Welkom allemaal op de 12e editie van het Landelijk Congres der Bestuurskunde. Mijn naam is Marlon Kroon. Ik ben de voorzitter van het bestuur van het Landelijk Congres der Bestuurskunde 2012. Hallo, hartelijk welkom. Namens de organisatie van het LCB, allemaal vrouwen. Er werd daar door de heren die direct gaan spreken nog wat gemompeld. Dat al die bestuurskunde, dat geloof je eigenlijk nooit. Dus ik wou een eenvoudige demonstratie doen. En dat is het enige wat u van dit verhaal hoeft te onthouden, is deze demonstratie. En het is uitermate eenvoudig. Iedereen kan het, zelfs ik. Kijk, je kan die stick zo neerzetten. En dan, zie je dat? Nou, dan mag u klappen, want het is buitengewoon knap. Duurzaamheid. De meeste van jullie zijn bekend met het thema. En als mensen mij vragen, Jacqueline Kramer, waarom ben je toch je hele leven vanaf mijn 18e al met dit thema bezig? Dat is heel simpel, omdat ik toen, dat was eind jaren 60, voor het vraagstuk stond van hoe moet dit met de aarde als er steeds meer mensen op deze aarde komen te leven met steeds meer welvaart? Oké, stel je eens voor, je heet Ilhan, je zit in groep 8 van de basisschool in Hooggraven. Dat is een aandachtswijk in Utrecht. En vandaag stap je voor het eerst in de roeiboot, ook al heb je nog geen zwemdiploma. Je gaat niet alleen kennis maken vandaag met de roeisport, een echte studentensport, maar daarmee ga je ook kennis maken met het studentenleven. Ik ben Annemarkt van Krucht en dit is Pieter Senf. En wij zijn van Stichting MOVE en wij maken dit soort projecten mogelijk. En het was een beetje de begin jaren 80 dat wij bij Philips, en ik stond daar met de neus bovenop als marketeer, inmiddels verantwoordelijk voor het wereldmarketingbeleid van hi-fi producten, dat wij de compact disc uitvonden. En ik denk de meesten van u waren nog niet geboren, maar dit schijfje heeft ontzettend veel in de wereld teweeg gebracht, later met beeld ook. En ik heb het even meegenomen, want ik moet je voorstellen, hoe vind je nou zo'n ding uit? Nou, je moet inderdaad 4 totaal verschillende divisies, die ook nauwelijks met elkaar in de jaren 60, 70 contacten hadden. Als je dus de afdeling licht en de afdeling datacommunicatie, telecommunicatie en de afdeling beeld en geluid met elkaar laat onderzoeken en praten, dan komt er uiteindelijk, kwam er een compact disc uit. Ik ben in 2008 van de overheid naar PGM gegaan met de voornaamste reden dat ik zag, het gebeurt niet meer bij de overheid. Als ik mee wil bouwen aan de samenleving, en dat was mijn droom, en dat is mijn droom nog steeds. Als ik impact wil hebben, invloed, moet ik in toenemende mate naar bedrijven met een moreel kompas.